Nul. Hallo allemaal, fijn dat ik hier mag zijn. En ik wil eventjes bidden, want ik voel inderdaad een atmosfeer van tegenstander roven stelen. Maar dat mag je proberen, dat betekent alleen maar dat het een mooi woord gaat worden. Dus laten we alsjeblieft even focussen gewoon. Mag natuurlijk met ogen open, maar ogen dicht is vaak fijn, want dan kunnen we ons echt focussen. En laat ons focussen op het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. En op dit moment vraag ik u, Vader God, wilt u alsjeblieft hier zo aanwezig zijn met uw Heilige Geest? En ik bind ook elke macht en kracht die ons wil doen pesten, ons wil doen plagen in onze gevoelsleven, Heer. Omdat we niet leven vanuit gevoel, maar vanuit geloof. Niet door wat we zien, maar wat we geloven. En dat bent u, Vader God. U stuurde uw Zoon Jezus Christus, die als een offerlam hier op de wereld kwam om ons te redden. Onze zondes op zich te nemen op het kruis. En dank u wel, dat daarin wij ook de Heilige Geest hebben ontvangen. En ik bid, lieve Heilige Geest, doorwaai ons hart, doorwaai dit huis. Neem plek in ons, zodat we mogen ontvangen het woord, het levend woord van God. En ik bid ook elke macht en kracht die op dit moment wil doen roven en stelen. En papa God, wilt u ook alsjeblieft een engelenwacht in en om dit pand zetten. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Goed. We gaan het woord overdenken van God. En de titel van deze boodschap is God is dichtbij. We leven misschien in een tijd en vaak in je leven dat je ervaart waar is God. Maar God is hier. God is zo dichtbij dat je soms geen eens door hebt dat hij er is. En dat is de valkuil, dat is precies de tactiek van de tegenstander die jou en mij wil doen geloven. Kijk eens naar je omstandigheden, luister eens naar je gevoel. Maar vaak is ons gevoel een leugenaar. Vaak worden er dus pijlen op jou en mij geschoten. Hè? Dat zegt Efeziërs 6 vers 16. Hou dan het schild vast van geloof. Het schild wordt geloof genoemd. En wie geloven wij? Jezus Christus. Hij wil die schild voor jou zijn. En dan staat er verder, hou dan die schild van geloof vast, opdat de brandende pijlen van de boze, die op je af worden geschoten, geen doel zullen treffen. Ze zullen keihard op je afkomen en dat is heel eng. Maar moet je voorstellen, Jezus is jouw schild. Hij is het geloof. En als we dat geloven, dan kunnen die pijlen op je afkomen, maar ze deren je niet. Amen. Je voelt misschien die schok, hè? Stel je nu op dit moment voor dat je in de situatie zit en overal kan jij deze schild gebruiken. Dus je hebt die schild vast. Depressie, angst, misschien wel letterlijk financiën of wat dan ook, wat echt op je af kan komen. Zie het op je afkomen, maar hou die schild vast. Zeg, ik vertrouw u, Jezus. En die pijl zie je komen. Maar wees niet nieuwsgierig. Ga er niet overheen kijken, zodat je toch misschien getroffen wordt. Vaak zou het dan toch een schandwondje zijn, maar dat is niet nodig. Als wij Jezus helemaal vertrouwen, het ons niet uitmaakt hoe de probleem opgelost wordt. Hè? Want daar hebben we zijn controlefreaks. En dat is ook van de duivel. Want geloven is vertrouwen. En dat vinden we heel vaak moeilijk. Daarom zegt Jezus, en dat is een sleutel, heb een kinderlijk geloof. Een kind kan in 2 seconden mega blij zijn en 1 seconde later mega verdrietig zijn. Waarom? Omdat ze kinderlijk geloven. Als ze vragen, papa, papa, mag ik een snoepje? En je zegt ja, kan hij zo blij zijn van een snoepje. Dat is toch mooi? En als hij hem op hebt, zegt hij, papa, mag ik weer een snoepje? En je zegt nee. En hij kan zo verdrietig zijn, alsof de wereld vergaat. Maar als wij een kinderlijk geloof hebben, en geloven dat wij achter die schild mogen zitten, het niet uitmaakt hoe God, onze Vader, het gaat oplossen, maar weten dat hij het oplost, dan gaan wij fluitend verder. Want je hebt die schild vast. Je hoeft niet te weten hoe God het doet, want God is een Vader en hij heeft het je beloofd. En dat is de sleutel. Hij gaat, omdat hij het heeft beloofd, doen. Maar ben jij bereid om achter Jezus te verschuilen? Om Jezus voor jou te laten vechten? Niet denken, hey, laat ik maar dit of dat doen, dan heb ik het snel opgelost. Misschien krijg je wel nog meer problemen erdoor. Kan. Of je hebt het inderdaad opgelost, maar er zat geen goede levensles bij, want God wil het jou sterk maken. Dus daar hoort ook training bij. Daar hoort ook vaak een woestijntijd bij, helaas. Maar uiteindelijk ben je blij voor die tijd. Je karakter gaat daardoor vormen. Je karakter gaat daardoor groeien. En je gaat ervaren dat God heel dichtbij is. Want je gaat die avontuur aan. Hè? Je gaat niet zomaar hoger op. Als je bij politie begint en je wil recherche worden. Dan gaat de tijd daarvoor af, toch?
Je moet getraind worden. Je moet dingen doen die je niet leuk vindt. Heel veel vrije tijd moet je offeren. Maar uiteindelijk, als je het dan hebt gehaald, dan gaat je salaris omhoog, alles, et cetera. En je denkt, ja, wauw, wat een mooie baan heb ik. Nou, zo is het ook met onze wandeltocht. Je moet uit je gevoel komen en geloof hebben. Je weet, dit vind ik nu niet leuk, maar ik wil lopen op uw pad, God. Dus straks zal ik dit leuk gaan vinden, want dit is in uw plan. Dit is gewoon waar ik naartoe mag wandelen en dit hoort erbij. En je gaat mensen daardoor beter begrijpen. Je gaat mensen coachen. Je gaat niet meer in de leugen trappen, omdat je die leugen ook hebt doorleefd en hebt verslagen. En dat komt niet door jezelf. Dat komt omdat je hebt gezien dat God daar was. Hebreeën 11 vers 1. Ik zal het eens voorlezen. Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. En het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Met andere woorden, het onzichtbare wordt zichtbaar voor hem of haar die gelooft. Indrukwekkend, toch? Ik lees het nou nog een keer voor. Hebreeën 11 vers 1. Wat is geloof? Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop, wat Ilse net al zo mooi zei eigenlijk ook, werkelijkheid wordt. En het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Straks ga ik het nog verder doornemen, want de Hebreeën 11, hoofdstuk 11 brief, is een hele bemoedigende hoofdstuk. Het is eigenlijk een hoofdstuk die je gewoon moet lezen, omdat we hier zien dat de geloofshelden die jou en mij voor zijn gegaan, niet leefden uit gevoel, maar uit geloof. En als ze last hadden van gevoel, hielden ze vast aan God. Als we dus in ons gevoel even gaan leven, gaan we niet erachter komen dat God dichtbij is. Dan gaan we juist denken dat God heel ver weg is. En we doen God dan ook heel veel pijn. Weet je waarom we God heel veel pijn doen? Omdat God er gewoon is. Mensen zeggen soms, ik zie God niet. Nee, je ziet God niet omdat je gefocust bent op de duivel. Omdat je gefocust bent op jezelf. Hoe kunnen dan mensen doodgaan? Denk je dat God dat wil? Denk je nou echt dat God mensen levens kapot wil maken? Nee, God wil mensen levens helpen. Maar waarom, hè? Rijden we op benzine, maken ons zo'n zorgen om het klimaat, hoewel het heel groot deels opgelost kan worden. Hè? Maar waarom moeten mensen nog auto's hebben op benzine in principe? Dat heeft allemaal te maken met macht en met geld. Als de politieke toestand in principe zoveel om het klimaat daadwerkelijk geeft, dan gaan we allemaal gewoon zonne-energie gebruiken. Want dat kan. Daar kunnen we op auto rijden. Daar zijn zoveel dingen mee mogelijk. Maar zolang macht en geld in het spel zitten, wat eigenlijk kwaadaardig is, gaan mensen nooit helemaal voor God. Dus met andere woorden, als je helemaal voor God wil gaan, moet je bereid zijn om alles af te leggen. Om helemaal vanuit geloof te willen leven. En dan ga je merken dat God heel dichtbij is. En dat wil niet zeggen dat je het leven gaat leiden die jij wilt, maar je gaat leven leiden die God daadwerkelijk voor jou heeft. Als we het leven van Jezus bestuderen, zien wij ook steeds dat hij geweldige avonturen had. Maar hij had geen koets, hij had geen paard, hij had geen kameel. Nee, hij koos ervoor om geheel afhankelijk te zijn van God. Maar als hij wel bijvoorbeeld een kameel had of een ezel of een paard waarop hij reed, had hij dan ook zoveel mensen kunnen bemoedigen? Hadden zoveel mensen hem makkelijk kunnen bereiken? Kijk, wij kijken soms gewoon naar onze eigen verlangens en naar ons eigen vlees. Maar als we ons overgeven, gaan we zien hoe dichtbij God wel niet is. En hoe mooi het wel niet is om niet meer vast te zitten aan deze maatschappij, maar vast te zitten waarvoor je geroepen bent. Want we zijn hemelburger, belooft God, hè, als we tot geloof komen. Als we Hebreeën 11 verder gaan bestuderen even, wil ik vers 2 voorlezen, daar staat. Vroeger hebben veel mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Mijn vraag aan iedereen, luisteraars, mensen die hier zitten, hoe wil jij straks doodgaan? Wil je doodgaan dat ze je vergeten? Wil je doodgaan dat ze denken, wat een egoïstische bla 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 was dat? Of wat een na persoon was dat? Of wat voor een goed persoon was dat? Maar ja, dat had misschien alleen te maken omdat je met geld smeet of af en toe mensen hielp, wat natuurlijk heel goed kan zijn. Of wil jij bekend staan om de persoon die zielen redde? Waar mensen bij kwamen en Jezus doorheen zag zien. Waar ze bij konden aanbellen en er een bordje eten was of een goed gesprek was. Waar mensen echt wat aan hadden en daardoor, ja, kijk, we kunnen mensen helpen met geld, maar helpt dat echt hun problemen?
Soms is iemand gewoon heel depressief en lui en heeft geen zin om daadwerkelijk op te staan. En dan is het makkelijk om geld te krijgen. Maar dat helpt misschien voor een maand. Misschien langer, misschien korter. Maar wanneer iemand echt Jezus gaat aannemen, dan ga je vernieuwd leren denken. Dan ga je erachter komen dat God overal is. Dan wil je hem niet kwijtraken. En dan kan alles, letterlijk alles van je geroofd worden. Behalve Jezus. En dat ga je ook zo ervaren. Alles kan van je afgenomen worden, maar God niet, want hij is er altijd. En als je op hem focust, ga je ook zien dat hij precies de mensen op je pad brengt. Je beschermt voor mensen. Maar je gaat ook merken hoe lief hij is. Hoe belangrijk hij de vrije wil vindt. Weet je? Als we erachter komen, zien wij zelfs dat God de vrije wil zo belangrijk vindt, dat hij iets heel simpels heeft gedaan. God zal nooit zomaar jou redden. Omdat hij dan, ja, en dit is heel lastig misschien om te begrijpen, maar dat ga ik uitleggen. Ik wil eventjes jullie shockeren. God gaat jou niet zo gewoon redden. Doet hij niet. Heftig, hè? Je snapt misschien niet waar ik naartoe wil. Maar dat heeft te maken met onze vrije wil. Maar God vraagt niet van jou een miljoen. God vraagt niet van jou, hij verlangt van jou, maar hij vraagt niet van jou, als jij het verprutst, dan doe je er niet meer aan toe. Nee, hij is een goede vader. Hij verlangt dat je naar hem luistert vanuit liefde. Hij verlangt dat je met een missie wil leven vanuit liefde. Maar de sleutel is, niet die miljoen. Niet een leven altijd maar bidden, altijd maar goed willen doen. Nee, de sleutel is Jezus. Want de Bijbel zegt, wie gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor zijn zonde, de Zoon van God is en op de derde dag uit de dood is opgestaan, is gered. En het kan niet meer geroofd worden. Je ziel is bezegeld. Jouw ziel is gered. Dat is toch pure genade, pure liefde. En dan komt het volgende. Hij verlangt van jou. Luister naar mij. Laat je niet verleiden door de duivel met al die aardse dingen. Dat brengt je nergens. En misschien denkt het dat je ergens brengt, maar uiteindelijk als je doodgaat, heb je niks achtergelaten. Nee. Ga strijden voor het grote plan. Misschien zie je het niet in jouw leven, maar zie je het in het leven van je kinderen, van je nageslachten. Misschien zie je het niet in jouw leven, maar gebruik het jou, zodat de grote mensen die tot geloof moeten komen, jou moeten tegenkomen. Zodat zij de evangelisten worden. He? Renner Bonke heeft ook iemand op zijn pad gehad en ga zo maar door. Een onbekend iemand. Maar die onbekend iemand is heel bekend in de hemel. Amen. En zo wil God jou maken. God wilt ons maken dat wij zien, hij is overal. Het gaat er niet om wat ik wil, wat Pietje wil, wat Klaasje wil. Nee, het gaat om wat God wil. Dat is voor mij belangrijk. Dat brengt eeuwig leven. En daar gaat de Hebreeënbrief eigenlijk over. Zij zagen het niet. En dan vers 3. Door het geloof weten wij dat het heelal door één woord van God gemaakt is. Dat is door geloof, hè? Dat is nog allemaal niet wat. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Je moet het zo denken. Deze microfoon of die stoel is eerst bedacht door iemand. Moest eerst bedacht worden hoor. En toen iemand ineens dacht, hé, zo ziet dat eruit. Dan moet hij nadenken, wat voor materiaal wil ik gebruiken? Hoe passen en meten? En uiteindelijk hebben we een stoel of een microfoon of iets anders. Het moest eerst bedacht worden. Snap je? En God is zo groot, wanneer hij iets bedenkt, is het alleen maar het woord die uitspreekt en het is hij. Daarom zijn woorden krachtig. Daarom wil ik ook op dit moment tegen jullie zeggen, God is hier, God is in jouw leven. Elke leugen, want dat is een leugen, die zegt tegen jou dat God er niet is, is van de duivel. Die bang eigenlijk voor jou is, die jou wil doen intimideren om in je gevoelsleven te leven. Als we verder een stukje voorlezen over de bekende godsmannen en vrouwen in de Bijbel. Want als je dit leest, wilt God jou heilig jaloers maken? Hij wil jou iets geven. Maar het is zo groot dat je dat niet in één keer kan. Al deze gasten die in Hebreeën 11 staan, zijn allemaal geconfronteerd met hun tekortkomingen. Maar omdat ze karakter hadden, discipline hadden, op God vertrouwden, ook al waren de omstandigheden misschien juist tegenovergesteld, gingen ze door. Kon de duivel niet roven en stelen. En de duivel wil bij mij, bij allemaal hier, vul je naam maar in, roven en stelen. En aan jou is het. Laat je het roven en stelen. En waarom zeg ik roven en stelen? Want de plan met God voor jouw leven staat vast. Enigste wie het kan verpesten, dat ben jij. Dat kan de duivel geen eens. De duivel kan je alleen, ja, depressief misschien maken als we te lang luisteren naar hem. Maar dan nog, ook al ben jij depressief en je zegt, ik prijs de Heer.
Ik laat niets roven. Ik wandel door. Al val ik dood. Het interesseert me niet. Psalm 91 vers 7. Al vallen er 1000 aan mijn linkerkant en 10.000 aan mijn rechterkant. Mij zal niets overkomen. Jou zal niets overkomen. Want de allergrootste God, die heeft het pad al lang voor jou gebaand. En die allergrootste God zorgt ervoor dat jij niet dwars door die muur hoeft. Dat jij niet overheen hoeft. Dat je geen gat hoeft te graven. Dat je geen andere pad op hoeft te komen. Nee, hij zal ervoor zorgen dat je er dwars doorheen samen met hem kan lopen als het nodig is. Of hij sloopt die muur voor jou op een onmogelijke manier. Amen. Echt waar. Omdat de engelen van God, die ook onzichtbaar vaak zijn, er zijn en voor jou strijden. En aan jou is het, laat jij het roven of niet. God is hier. God is bij jou. Zelfs op het moment als je het niet voelt. Soms is de meester stil, omdat hij weet dat zijn leerling het kan. Zo. Knoop die maar in je oren. Soms is de meester stil, omdat hij weet dat zijn leerling het kan. Amen. Amen. Soms is de meester stil. Oh, daarom. En als je het niet kan, zal die ervoor zorgen dat je het wel kan. Want soms mogen we ook erg leren van sommige fouten. En dat is soms ook Gods plan, omdat hij precies weet. Als Edward een foutje maakt in zijn leven, komt hij er sterker uit. Mits hij dat wil. Ik kan God de schuld geven en over mee gaan stoppen. Of ik kan zeggen, oh, what doesn't kill me makes me stronger, zeggen ze. Waar je niet dood van gaat, dat maakt je sterker. Soms moeten we dingen meemaken in ons leven om sterker te worden. Als we het leven van Jezus gaan bestuderen, wow. We willen allemaal op Jezus lijken, maar wil je dat echt? Is iets groots. Zoals je dat echt wil, dan moet je niet gaan zeuren dat je leven soms wel alsof het tegenovergestelde lijkt. Jezus is geslagen, gemarteld, kon geen mens vertrouwen. Lees maar laatste vers van Johannes 2, dacht ik. Noem het maar op. Maar toch stond hij naast de mens. Toch ging hij dingen doen die geen mens zou doen. Dat is onder andere in die tijd met een vrouw praten. Dat was gewoon not done. Hij deed dat, omdat God het van hem vroeg. Als God aan jou vraagt in de supermarkt, betaal voor die persoon de boodschappen. Of ga hier voor mij knielen en maak mij groot. Doe jij dat? Soms, en misschien slaat het nergens op, maar heeft het te maken met jouw training. Daarom, het is zo mooi als jij niks meer hoeft aan te trekken van de wereld. Maar weet, God is hier. En als God er is, niets mag het roven. Ik doe wat de Allerhoogste wil. Ik wil stralen. Ik wil de pad wandelen die God voor me hebt. En ik wil, als ik sterf, dat de hele wereld mij kent als Edward was een godsman. Of als Maria was een godsvrouw. Of als Hans, dat was een godsman. Echt waar. En dat je de hemel binnenkomt. Dat er nog veel meer mensen daar staan die je geen eens kent. Maar die jou hebben gevolgd. Jou hebben doen horen spreken, waardoor er zaad is gekomen. Dat gaat er gebeuren als we ons helemaal focussen op deze Jezus. En niet focussen op ons gevoel. Heftig toch? Moet je horen. Dan begint het bij Abel. Hebreeën 11 vanaf vers 4. Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Henoch vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd hij door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat hij heel tevreden over Henoch was. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Hoe vaak zitten we wel niet voor de tv en vervelen we ons? Waarom pakken we niet een instrument? Waarom gaan we niet worship aanzetten? Waarom pakken we niet de Bijbel? Waarom gaan we niet zeggen, Heer, er zal vast iemand in de stad zijn die een broodje nodig heeft. Leid mij daar naartoe. Ik heb die dingen allemaal gedaan en het is allemaal gebeurd. Uit verveling. En uiteindelijk ben ik blij dat ik me verveeld heb gevoeld, dat ik die dingen ben gaan doen. Eén keertje was ik op mijn knieën voor de tv. Ik was God aan het zoeken. En God zei tegen mij, ga naar de stad. Ik pak de fiets, ik ga naar de stad. Ik fiets in de stad, de stad was al dicht. Het was op een zomeravond, maar het was miserig weer. En ik zag daar echt wel een beetje lijpe gasten staan. 3 stuks. Maar God zei meteen, vertel hem over Jezus. Dat is een hele grote Marokkaan. En je kan je voorstellen dat ik dat best wel spannend vond.
Dus ik zei, heer, ik fiets ook door. Ik zei, ik fiets een rondje terug, maar ik heb een teken nodig. Want u ziet mijn hart, ik wil doen wat u zegt, maar ik vind het spannend. Het zei, de stad is al dicht, niemand is daar, het is miserig weer. Ik ken ze niet en ze zien er best wel lijp uit. Ik maak een rondje van een minuut, denk ik. En ik kom terug en de teken was, ze waren over God aan het praten. Ik hoorde dat. Ik stop. Ik had een evangelisatie, Johannes Bijbeltje bij me als ik het goed had. En op dat moment dacht ik ook al na, hè? Want ik ben een mens. Ik werd aangevallen door de duivel. Ik had een ingeschat, ik denk, nou daar kan ik niet van winnen. Ja, allemaal gedachten krijg je. Ik denk, ik geef hem de Bijbel. Ik zeg, Jezus houdt van je en ik fiets door, mocht weet ik veel wat gebeuren. En ik zeg dat, Jezus houdt van je. Weet je wat die grote Marokkaan zei? Ben jij een engel? Echt waar? Ik zei nee. Hoezo? We hebben het hier over God. En doen we het allemaal maar op. En hij vertelde ja, dat hij TBS had. Maar dat hij in de gevangenis ergens last van had. Ik weet niet meer wat. Het is al jaren geleden. Had ergens last van. En hij zag David Maasbach op de tv in zijn gevangenisdingetje. En die was aan het preken over genezing. En die zei, doe dit na met de hand tegen de scherm. En Jezus gaat je genezen. En hij werd genezen. Ja. En hij was op dat moment aan het getuigen over Jezus die hem had genezen. En deze maloot hier, die op zijn knietjes gewoon thuis zat om God te zoeken, die ontving, ga de stad in, mocht een verlengstuk zijn van God. Ik heb hem die Johannes-evangelie mogen geven en we hebben elkaar daarna buiten nog heel vaak gezien. En als we elkaar zagen, dacht hij niet van aan Edward, ik dacht niet aan Karim, hij heette Karim, maar we dachten, God bestaat. Jezus houdt echt van ons. Hij ziet ons echt staan. We hebben daar buiten, ondanks het regende, hebben we over Jezus gepraat en allerlei grote dingen. En ik heb nog zoveel meer getuigenissen. Omdat ik puur deed wat God zei. Niet omdat ik Edward ben, maar omdat ik op mijn knieën ging en zei, Heer, is er iemand die je kan helpen? Ik heb zoveel mooie getuigenissen daardoor. Maar God kan dat bij iedereen doen. Mits wij bereid zijn om uit geloof te leven. Om te weten, hij is er altijd. Zelfs als je je verveelt. En natuurlijk mag je ook ontspannen. Lekker een film kijken, noem maar op. Daar is niks mis mee. God houdt er ook van dat je lief bent voor jezelf, hè. Heb je naast lief als jezelf. Dus eigenlijk staat daar, heb heel veel liefde voor jezelf. Anders onthoud je de liefde van een ander. Hè? Daarom zegt Jezus ook. Maria heeft voor het goede gekozen, Martha. Zij zit aan mijn voeten op dit moment. Dat is belangrijk. Op dit moment niets doen. Niet zorgen voor mij of voor Pietje of Klaasje. Maar naar mij luisteren. Dat is het grootste deel wat ik nu kan geven. En dat vergeten we soms. Soms denken we dat we altijd moeten dienen. En dan denken we, wat bent u God? Ik ben toch een goed mens? Dan zegt God, je bent ook een goed mens. Alleen in dit moment vraag ik iets heel anders van jou. Sommige mensen denken juist, ik moet altijd evangeliseren. Maar dat moet niet altijd van God. Soms moet je misschien wat anders doen of helemaal niks doen. Daarom is het zo belangrijk. En daarom beleven we geen religie, maar een relatie. God ziet jouw hart. God wil de relatie met jou. En dat heeft Jezus altijd laten zien. Jezus heeft het altijd laten zien. En als ik een stukje oversla en verder lees, Hebreeën 11 vers 8, moet je daar eens horen. Over Abraham, onze voorvader. Moet je nagaan, jij en ik zijn ingeënt op de edele olijfboom en mogen allemaal deelnemen van de zegen van Abraham. Dat is iets heel groots. Doordat Jezus is gekomen. Door Jezus hebben wij dezelfde verbond als Abraham heeft. En moet je nagaan, hier in vers 8, wat Abraham over hem staat geschreven. Abraham vertrouwde op God. Zie je hoe belangrijk vertrouwen is? Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten. Wow, moet je je voorstellen. Gewoon, ga hier weg. Je hebt je familie daar, je hebt eten daar, je hebt rijkdom daar, je hebt alles daar. Je moet gewoon weg. En je weet niet waarheen. Problemen, noem het allemaal maar op, kom op je af. En toch vraagt God dat. En Abraham deed dat. En dat staat er niet voor niets geschreven. Misschien vraagt God dat ook wel aan jou. Dat kan. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging. En zelfs toen hij in een land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling. Evenals Isaac en Jacob. Aan wie God deze belofte deed. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fondering, waarvan God zelf de architect en bouwer is. Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd,
En zij erkende dat hij te vertrouwen is. Zo werd uit Abraham, die ook al te oud was om nog een kind te kunnen verwekken, een heel volk geboren. Een volk van zoveel mensen dat het niet te tellen is. Net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van het strand niet te tellen zijn. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk voor uit dat zij hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. En wie dat zeggen, maakt het daarmee duidelijk dat zij uitkijken naar een vaderland. En zo gaat het door. Jij bent geboren met een missie. Jij bent geboren eigenlijk als mensen naar jou kijken om een ontmoeting te hebben met Jezus. Want Jezus kwam helemaal in het vlees. Hij is veel meer dan dat. Dat is een preek die ik een andere keer misschien ga geven. Over de mensen zo. Maar hij is hier gekomen om jou jaloers te maken, man en vrouw. Om jou te roepen tot een evangelist, om het goede nieuws bekend te maken. Met wonderen en tekenen. Dat demonen zullen verdwijnen. Dat de handen op zieken zullen gelegd worden en zullen genezen. Maar het grootste wonder is dat zielen gered worden. Jij bent geroepen om echt een ziel tot leven te wekken. En dat kan jij niet. Maar dat kan hij die in jou woont. Dat is de Heilige Geest. En wanneer wij tot dat levend geloof komen, dan ga je God overal ontmoeten. Daarom die eerste liefde is zo belangrijk. Daarom roep Jezus ook op. Vergeet die eerste liefde niet. Als we dat doen, dan wordt het doodwerken. Dan gaan we, denken we dat we christen zijn, maar dan hebben we geen relatie meer, maar een religie. Het is zo belangrijk dat we ons moeten focussen altijd op liefde. We kunnen nog zo'n mooie bijbelstudies geven, maar mensen voelen en ervaren het. Als ik begin te preken en zeg, ik kom niet zomaar om te preken, je kan maar beter horen, want het is het woord van God. Ik denk dat jullie al denken, wow, wat is dit? Dat is niet fijn. Dat is toch niet fijn? Of vind je dat wel fijn als iemand zo praat? Nee. Ik niet. Dan gaan mijn haren recht overeind staan. Ik wil horen dat iemand zegt, ik weet niet wie jij bent. Ik weet niet of jij hier bent gekomen en misschien niet zin hebt om te luisteren. Maar jij zit hier niet zomaar. En dat meen ik. Jij zit hier niet zomaar. God hebt jou lief. En ik wil iets delen met jou. Of je nou wil luisteren of niet, dat is aan jou. Maar het zal wijs zijn om te luisteren. Want God wil je wat vertellen. Dat is toch een wereld van verschil. Dat willen mensen horen. Dat is liefde. Dat is het hart van de Vader. Dat is het hart van Jezus. Ik denk dat Jezus heel vaak aan preken was. Met hele vervelende mensen. Maar dat de liefde van Jezus, dat die vervelende mensen op hun knieën gingen. Letterlijk zo. En zeiden, Vader, ik ben niets. Ik heb deze liefde nodig. Deze man is de rabbi. Deze man is de leermeester. Gebruik mij. Gebruik mij om andere mensen te motiveren. Om te bemoedigen dat er een God is die van hen houdt. En jongens, God houdt van jullie. Hij heeft zijn zoon gestuurd, de allerhoogste prijs. Om te sterven voor jou. Niet eens per se om goed werk te leveren. Dat hoopt God zo, dat verlangt hij zo van jou. Maar vooral, zodat jij niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief, laat het eens tot je komen, al zo lief heeft God jou, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd. Dat is wat. Zijn eigen zoon heeft hij gestuurd. Voor jou en mij. Omdat jij niet verloren hoeft te gaan, maar eeuwig leven heeft. Hoe kunnen wij dan, hè, als wij vol zijn van die liefde, tegen zo'n lieve God rebelleren? Tegen zo'n lieve God zeggen, ik heb geen zin om met u te zijn. Nee, dat is de duivel die er alles aan wil doen, zodat jij die gevoelens hebt. Maar als jij weer die eerste liefde voelt, die aanraking met God voelt, dat God door jou helemaal werkt om een zegen te zijn voor anderen, zodat anderen tot levend geloof komen. En dat je ervaart, wow, ik weet niet wat hij gaat doen of zij met het geloof, maar ik zie hem in ieder geval terug in de hemel. Het eeuwig leven. Want wat is 80 jaar tegenover de eeuwigheid? Dit kort leven. God heeft jou gemaakt, omdat hij van jou houdt. Omdat hij van jou wilt genieten. En het is aan jou wat je ermee gaat doen. Maar hij zal je niet uitkotsen. Je zal niet welkom zijn in de hemel. Maar hij zou het wel heel vervelend vinden als hij niet ziet de potentie die in jou rust. Zoals wij ook soms zien. Goede sporters. Goede mensen. Die door verkeerde vrienden, verkeerde omstandigheden helemaal niet dat uit hun halen wat ze in hun hebben. Dat herkennen we in iedereen. Misschien wel in je eigen gezin. Dat is frustrerend en niet leuk.
Daarom wil God zo graag dat dat jou niet overkomt. Daarom zit daar een training aan. Daarom zit daar soms moeilijkheden aan. Johannes 15 vers 9 en 10. Daar staat dit. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft. En dat doe je door je aan mij geboden te houden. Want de Vader is van mij blijven houden. Doordat ik mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde. Dit is niet zomaar. Dit is geen tekst die Paulus opnoemt. Dit is wat Jezus de discipelen leert. Dit is wat Jezus ons wil leren. Wanneer we dit gedeelte lezen. Dit is wat Jezus zegt over de intieme relatie die hij heeft met God. Dit is, als het goed is, dat je dit herkent. Omdat jij ook die relatie hebt met God. Omdat jij ook bezegeld bent door de Heilige Geest. Liefde is iets krachtigs. En nogmaals, dat weten tegenstander. Daarom de tegenstander bedoelt soms met allerlei dingen om ons te verleiden. Denk aan lust, hè. Van alles kan dat zijn. Drugs, macht, geld, hoogmoed, etc. Als we daar last van hebben, dan zijn wij niet fijn voor onze omgeving. Dan kan je nog een christen zijn en geweldig preken. Maar als je de liefde niet hebt, klink je als een lelijke cymbaal. Al zal je je leven geven, maar heb je de liefde niet, heeft het geen zin. Dan is het allemaal religie. Zo belangrijk is liefde, jongens. Zo belangrijk is het hoe we met elkaar omgaan. En dat gebeurt er. Als je weet dat God er altijd is, dan kan je alleen maar lief hebben. Dan kan je alleen maar dankbaar zijn. Dan kan je alleen maar geloof hebben, ook al lijken de omstandigheden niet zo. Ook al lachen mensen je uit, dan weet je, ik heb zo groot geloof, lach me maar uit. Want ik voel God. Ik voel zijn liefde. Amen. Ik wil een voorbeeld vertellen, een heel mooi voorbeeld. En dan wil ik eindigen met deze preek. Er was eens een klein jongetje die met zijn vader aan het wandelen was. Het jongetje groeide op. En op een gegeven moment was hij een jaar of 6 jaar. En hij zegt, papa, hoe groot is God? Hoe groot is God, papa? En de vader zegt tegen dat kindje, kijk eens omhoog. Zie je die vliegtuig daar heel ver boven? En het kindje zegt, ja, papa. Is de vliegtuig groot? Nee, papa. En hij zegt, kom mee, we gaan naar het vliegveld. En de vader neemt zijn zoontje mee naar het vliegveld. Ze zijn bij het vliegveld en lopen langs de vliegtuigen die daar stilstaan. En de vader vraagt weer, zie je de vliegtuigen, mijn zoon? Ja, papa. Vind je ze nog steeds klein? Nee, ze zijn groot. En toen zei de vader, als jij heel ver van God leeft, is God ver weg. Zoals de vliegtuigen die jij zag in de lucht. Maar als jij dicht bij God leeft, zoals nu, dan is die heel groot. En dat vind ik een hele mooie overdenking. Hoe dicht leef jij bij God? Dit is iets visueels, maar dit raakt mij diep. Omdat ik wil dat ik dicht bij God leef. Niet door omstandigheden denk, God is er wel, maar heel ver weg. Maar nee, zelfs al liegt mijn lichaam tegen het woord van God, dat ik weet, mijn lichaam liegt, mijn gedachten liegen, ik word aangevallen. Of misschien word ik wel niet aangevallen, maar is God me aan het trainen. Heer, ik heb verwachting. En ik wil iedereen bemoedigen, of je nou dit terugluistert, of je nou hier zit, vandaag is een dag dat jij mag kiezen. Wil ik dicht bij God leven en alles van hem verwachten, of ga ik het zelf doen? Ik ga bidden. Heer Jezus, dank u wel wat u hebt gedaan. Vader, dank u wel voor uw ontiegelijke grote liefde die u heeft voor ons. En ik wil ieder die dit hoort, zegenen met die liefde. Dat ze echt de relatie meer en meer van u gaan ontmoeten. Meer en meer van u gaan zien, gaan ontdekken, gaan voelen. En zo radicaal verliefd op u worden, dat het hun helemaal niets meer boeit wat de omstandigheden zijn. Omdat uw woord is ja en amen. En u heeft beloofd dat wij van glorie tot glorie mogen gaan. Maar ook dat ze de belangrijke zaken die u van hun vraagt, van ons vraagt, als we dingen van ons af moeten laten glijden, dat we dat doen. En ik bid ook op dit moment, wilt u de napreker zijn van dit woord. Dat wat goed is, dat echt ons hart mag raken. En ik ben ook maar een mens, vader, daarom bid ik ook, dat wat misschien niet goed was, dat we het ook mogen vergeten. En zo zegen ik iedereen met een geweldige wandeltocht van u. En dat ze weten, dat u altijd dicht bij ons bent. In Jezus' naam. Amen.